Hallo. Oh, dit. Ja, welkom. Hallo. Welkom bij deze nieuwe video. Ja, wat is dit, Thomas? Dit is FaceTime Odyssey of zo? Nee, dit is Lotto Weekend Millionaires. Oh, en jongens, we willen wat vertellen. We zijn gestopt met werken. We hebben ontslag genomen, want we gaan vandaag namelijk 1 miljoen euro winnen. Ja, we worden gewoon miljonairs. Ja, we worden fulltime streamers. Mm-hmm, ja. Dit is totaal niet onze tweede kans. Nee hoor, het is totaal niet zo. We gaan het wel even met 1 speler doen. Ben je er klaar voor? Oké, nu komt het. Nu tijd voor Weekend Millionaires. Oké, het zijn voornamelijk vragen uit de vorige eeuw zeker. Ja, voor de mensen die niet weten hoe Lotto Weekend Millionaires werkt. Je beantwoordt 15 vragen. En dan komt Robert er Brink langs met een check. En die geeft je een miljoen euro. Heel veel mensen zijn al zo miljonair geworden. En wij dachten, wij gaan het ook zo doen. Is dat niet een hoedje? Want lijkt onder een hoedje of zo? Nee. Ik heb hier geen... Dit zijn eigenlijk de dingen die ik niet weet. Dit is te veel taal. En we kunnen ook zeggen, we stoppen met spelen. En dan krijgen we het geld. 50-50. Dan gaan er 2 foute antwoorden weg. En we kunnen ook iemand bellen. Maar dan bellen we gewoon Merel straks op. En we kunnen vragen wat het publiek ervan vindt. Maar goed, even kijken. Waaronder spelen volgens de uitdrukking mensen die heimelijk samenwerken. Onder 1 hoedje toch? Ja, wat je al zei. Oké. Heel goed gedaan. Eindelijk een vraag die ik kan beantwoorden. Hier komt vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Plankenkoorts toch? Ja. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, ik voel dat miljoen. Gaat wel heel snel. Voor het juiste antwoord op vraag 3. Wat moet een vrijgezel volgens Bonnie Nijman gezien hebben voor het slapen gaan? Studio Sport. Je moet wel weten hoeveel er voor. Wie is Benny Nijman? Zijn wekker, nee, alle sterren of zijn moeder? Nou, gelukkig heb ik zijn moeder al gezien. Maar goed, dat is alle sterren. Je weet het. Ja, man. Waarom weet jij dit? Welke van de volgende automerken is geen Amerikaans merk? Kia. Kia? Ja, dat is Koreaans. 100%? Ja. Let's go. Heel goed gedaan, Adrian. Ja, daar weet ik wel een beetje van. Oké. Okay. Ik heb like 1 keer Formule 1 gekeken. Waar kan mens spreekwoordelijk de niet-officiële, maar toch de belangrijke zaken horen? Op de loopbruggen, op de looppassen, in de wandelgangen of in de bergpassen? Het is in de wandelgangen. Je had 250 euro. Het was niet de wandelgangen. Yes! What yes! the fuck? 500 game... eurotjes! Zo deze snel kan game... het gaan. Deze game is ziek met me. Ik dacht echt dat je het fout had. Oké. Okay. Oh mijn god. Waar staat dat voor? Wat is LPG? Oh my god, dit zijn echt... Dit is alles nog voordat de mobiel was uitgevonden. Wat is dit voor iets, jongen? Ik denk dat ze bedoelen... Nee, dat is... Wat is LPG, man? Is het niet gewoon dan LPG? Vast niet. Oké, wat wil je dat we doen, Adrian? Gaan we gokken? Gaan we een hulplijn gebruiken? Maar het rare is dat ze dezelfde letters hebben, toch? Ja, maar ik denk dus dat... Ik denk zelf dat het PLG is. Ik denk dat het hetzelfde is. Hè? Omdat het een afkorting voor een Engels woord of zo is. Hoe en wordt LPG in Frankrijk genoemd? Waarom zou in Frankrijk ze allemaal dezelfde letters hebben gebruikt en dan lijkt een andere volgorde? Omdat je het woord misschien anders uitspreekt. Ja, maar dan krijg je niet dezelfde letters vaak. Maar wil je dit doen of wil je een hulplijn inzetten? Doe maar een hulplijn. Ja, of wat wil je inzetten dan? Of publiek. Publiek? Ja. Ja. Oké, publiek. We hebben jullie hulp nodig. Pak de stemkastjes erbij. Beter deze komt er iets goeds uit hoor. Nu. Echt hoor. Oké, spannend. Spannend. Holy shit. Wow. D. Ik denk dat het misschien wel een C kan zijn. Nee. Kijk, ik denk dat het D is. D, oké. Okay. Ik neem aan dat je meegaat met antwoord D. Had jij die ook geraden? Nee, ik had dacht A. Oh. Nou. Wauw, wij zijn zo slim. Oh. Oké, okay, uit welk toneelstuk komt Something is Rotten? Hè? Huh? Dat is toch van... dat is toch van... Hoe heet die? Hoe heet die gast ook weer? Hell's Kitchen. Damn it. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Something is Rotten! Oké. Okay. Oh, man. Geen idee. In the state of Denmark.
waarschijnlijk Hamlet. Hamlet? Ja, want dat is like zo'n toneelstuk dat heel populair is in random fucking countries. Oké, we doen het gewoon. 3, 2, 1. Weet je het zeker? Hou op met me! Nee, nu weet ik het niet zeker! Ja, gewoon gaan. Oké. Ga je 2000 euro winnen? Ja hoor. Ja! Oh, hell yeah. Holy shit. Zie mijn stomme feitje van dat ik stomme steden en shit. Weet je dit? Maar zorg dat je het juiste. Is het niet. Het is Ottawa, right? Of Toronto? Nee, het is niet Toronto, want Toronto ligt noord van New York. Er is dus. Toronto ligt like, aan de andere kant van de Niagara Falls. En er is dus een ding met dit. Volgens mij is het Ottawa. De hoofdstad van Canada. Daar is heel lang volgens mij. Zeg maar over gevochten. Welke hoofdstad het zou worden. Ja. En tussen Toronto en Montreal. Zit Ottawa. En toen hebben ze gezegd, fuck it, het wordt gewoon Ottawa. Ja, dat zoiets toch. Ja. Ik dacht dat het ligt volgens mij in het midden. Oké, okay, daar komt-ie. Je had 2000 euro. Houd je bek, we hebben er 4. What the fuck? Jeroen, hou je bek even. Ja. Wie is Jeroen? Gewoon Jeroen. Ja, die man. Nee, dat is Dr. Love. Hoe heet hij ook alweer? Hij heeft Robert de Brink. Oh my god, Robert. 8000 euro. Een eind aan de communicatie. Van Tsjechoslowakije. Oh ah, wie, jongen, wie bepaalt dit? Hoe heette deze revolutie dan? Welke revolutie maakt in 1989 een eind aan het communisme in Tsjechoslowakije? Thomas? Ik denk dat het de Oranje Revolutie is. Ja, man. Zoals Wolter Kroes zou zeggen, we zijn er weer bij en dat is prima. Ja, hoor. Als dit is het goede antwoord is, verlies je. Wait, is het serieus dan? Ik weet het niet, man. En het is fout. Fuck dit, man. Natuurlijk is het fout. Het is, ik dacht Oranje Revolutie is voor Nederland. Daar maak ik een grap over. We proberen het gewoon nog een keer, jongens. Oké. Okay. We proberen het gewoon nog een keer. Gewoon nog een keer. Ben je er klaar voor? Nee. Nu tijd voor wie was miljonair. Stomme vraag van de vorige eeuw. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Over welk graan gaat het in het kinderliedje Lenne Inemine Mutte? Inemine 10 pond. Gutte. Juist. Is het foute antwoord? Ik druk op Rogge. Waarom druk ik op Rogge? Ja, weet ik niet. Ik Oké, dacht dit zag niemand. Dan is het nu tijd voor weekend miljonair. Dit is hoe de eerste ronde zo ook ging. Ja. Welke dieren noemen we ook wel onze gevederde vrienden? Ik denk dat dat vogels zijn. Honden, ja. Gevederde. Oh. 25 eurotjes. What the fuck? Vraag 2. Deze vraag is 50 euro waard. Oh, wie werd er op 11 februari? Oh, dat zou best wel eens kunnen. Ik denk dat dat het is. Want toen dachten heel veel mensen dat hij was gestorven. En hij is ook al 10 jaar geleden of zo overleden, toch? Ja. Op vraag 3. Weet je dit? Is het niet een huiler? Ja, het is een huiler. Heel goed. Juist antwoord voor 125 euro. Hel je. Oké, hel je. Hoe wordt... Je hebt nog 3 hulplijnen. Hou je mond, ik probeer die vraag voor te lezen. Hou je mond dicht. Hoe wordt in het bijzonder het restant van een stuk stof of tapijt genoemd? Hè? Hoe wordt het in het restant... het restant. Wat er over is. Is het een loper? Oh, nee, want de loper... Van het tapijt is like, daar loop je overheen. Dat is like, de rode loper, toch? Wat is dit, jongen? Is het dan... Het is berber of pers, denk ik. Pers? Ik denk berber, want het klinkt te apart. Oké. Okay. Wat is het anders? Coupon. Oké, Nederland? Shut up. Oké, we gaan nog 1 keertje. We proberen het gewoon nog 1 keertje. Ja. 1 keertje met like... Minimaal 2 of 3 goede antwoorden, toch? Ja. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Legoland. Leef je spreekwoordelijk als een god? Legoland, land van ooit, Snorkelland of Frankrijk? Het is Frankrijk. Dat is een prima start. Het is Weet je wat? Ja. Is het... Ja, dat is echt waar. Oh my god. Wat krijg je volgens de uitdrukking als je lange... tijd op een harde stoel zit.
Een houten kont. Een houten kont. Ja, dat heb ik echt al heel lang niet gehoord, hoor. €125 voor het juiste antwoord op vraag. Weet je dit? Is het stirred of shaken? Right? Shaken, not stirred. Hoe drinkt agent 007 zijn martini altijd? Bond. James Bond. Juiste antwoord. Holy shit. Oké. Ik wist niet dat dat een ding was. Goede antwoorden en je hebt €500. Hier aan... is vraag nummer... Ja, dat weet ik nou. Laat me gewoon die vraag voorlezen, joh. Oké. Aan welk uitsteeksel op een boot kun je een touw vastknopen? Moet ik dit weten, Adrian? Ik hoor dit te weten, want ik heb dit laatst nog met scouting gedaan, maar ik ben het vergeten. Is het een dier? Ik denk dat het een kikker is, maar ik weet het echt niet zeker. Ik denk een snoek. Ik denk niet, ik weet het niet. Oké, je denkt dat het een kikker is? Ja, maar... Als we het fout hebben, hebben we echt nog maar één kans. Laten we gewoon onze... Laten we niet moeilijk doen, laten we het publiek vragen. We vragen het publiek. Want het is toch de laatste keer. Pak de stemkastjes erbij. Dit duurt veel te lang. Klaar om te stemmen. Nu. Oh my god. Oké, daar komt ie. Ik denk dat het een kikker was. B. Het was kikker. Ik denk dat het ook een kikker is. Wat een opmerking. Holy shit. Het publiek kiest duidelijk voor B. Ik neem aan dat je hun... Ik weet niet... Kijk, als ik een ezelsbruggetje ervoor had, dan was het wel duidelijk geweest, maar dat had ik niet. Welk stof injecteren mensen met suikerziekte? Insuline. Ja, creatine. Wat als er heroïne bij stond? Dat zou wel heftig zijn geweest. Testosteron, dan. Oké. Wie schreef de roman Gimmick? Oh mijn god, hoe moet ik dit weten, Adrian? Ik ga de 50-50 inzetten. Oké, je moet je 50-50 inzetten. Geen probleem, we laten de computer... Als het allemaal zo Nederlands is, dan wil ik gewoon zeggen Joost Zwageman, maar... Juiste antwoord en één fout antwoord overblijven. Joost Zwageman? Ja, ik was Nederlands. Dat is het zeker. Yes! Ja. Lekker, Adrian. Hij is rest in peace, trouwens. Hij had zelfmoord gepleegd. Oké. Het is sowieso niet de yen. Ik denk dat het een bat is. Een roepie is waarschijnlijk gewoon roepie van de India en zo. Dong? Weet ik niet. Dong kan misschien like Singapore of zo zijn. Maar een bat klinkt... Oké, we doen gewoon bat. Ding dong. Weet je het zeker? Nee, Robert. Nee, we weten dit niet zeker. We hebben al onze lijn... We worden geen miljonair. Ik had geen ontslag moeten nemen. Ga je €2000 winnen? Nee. Ja, ja hoor. Ja hoor. Oh, wait. Natuurlijk was het pacht. Ja. Holy shit. €4000 waard. Neem alle tijd. Zorg dat je het juiste antwoord geeft. Wie publiceerde samen met Karl Marx in 1848 het communistische manifest? Vladimir Lenin. Die werd pas like 20 jaar later geboren of zo. 30. Ik wil zeggen dat het Sigmund Freud is, maar ik weet niet meer wat hij deed. Volgens mij dat is de enige naam die ik ken. Volgens zeg maar. Mij was Freud ook niet zo'n aardige man. Komt Freud niet uit de Tweede Wereldoorlog? Ik weet het niet. Ik weet wel dat Vladimir Lenin... is natuurlijk communisme, maar dan was dat in 1918, toen hij dat overnam of zo. 17 in Rusland. Dus dat kan niet. Ja, we moeten echt in de 18e eeuw... wat is het? In de 19e eeuw? Is het officieel? Brezhnev is denk ik de Oost-Europese naam ervoor. En Friedrich Engels is... Ik denk dat het Sigmund Freud is, dan. Ja? Gaan we Freud doen? Ja, toch? Oké, doen we Freud. Je had €2000. Kom op. En nu... Want like... Oh. Oké, nu komt de laatste kans, jongens. Dit is de laatste kans. Ik wil niet met €500 naar huis gaan. Ik heb ontslag genomen, ik wil een miljoen. Echt waar. Ik dacht dat we klaar waren. Allerlaatste. Allerlaatste. Drie rondes verder. Nog één keer. Hoe noemen we een verhaaltje over romances tussen artsen en verpleegsters? Een doktersroman. Dat is een prima start. Het is het juiste antwoord. Sure. Welke clown
heeft als lijfspreuk: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Dat is mijn grote vriend Bassie. Ja. Pipo zegt toch helemaal niks? Ik weet niet. 125 euro voor het juiste antwoord op vraag 3. Uit welk land komt de kok van de Muppet Show? Oh, Zweden. Ja, toch? Ja, de Swedish kok. Goed, het juiste antwoord voor 125 euro. Leu. Twee goede antwoorden en je hebt 500 euro. Copycat. Ja, toch? Copyfish, toch? Nee. Als dat klopt. Copycat. Het is het juiste antwoord. Lekker, man. Dit is easy. We zitten op easy mode nu. Als je deze vraag goed beantwoordt, ga je met minimaal 500 euro naar huis. Oeh. België, toch? Ja. Heel goed gedaan, dat is correct. Dit waren makkelijke vragen. Gelukkig. En hier komt vraag 6 voor 1000 euro. Welke term wordt gebruikt voor voedsel dat de islam is toegestaan? Halal. Lal. Easy. Toen de tijd wisten mensen dit waarschijnlijk nog niet. Nee? Ja, like, sinds social media is gekomen toch, is het like veel... Ik bedoel, Nederland is sowieso al een lange tijd ermee bezig. Misschien hadden wij het wel kunnen weten. Welk eiland ligt niet in de Middellandse Zee? Is dat niet Sicilië? Weet je het zeker, Adrian? Of Tenerife? Creta is... of is Mallorca? Want een van die eilanden is volgens mij links van Afrika, toch? Wat van Spanje is, maar... Ik weet hier echt niks van. Creta sowieso niet, want dat is Griekenland. Tenerife is Frankrijk of Italië of zo? Ik wil zeggen Sicilië, maar ik weet het niet. Hoe heette dat eiland ook weer waar die vulkaanuitbarsting was geweest? Weet je dat nog? Jawel. Dat was laatst. Like, aan de zijkant van Afrika. Bij Ibiza en zo. Ik heb er geen idee, man. Ken je die eilanden bij Ibiza? Like, ken je er een paar? Is niet like Mallorca, Ibiza... Oh, dat is Mallorca, toch? Ja. Toen Mallorca. Mallorca? Sicilië klinkt Italiaans, denk ik. Ik denk Mallorca. Wat, moet je één naar boven gaan, Thomas? Ik zit echt te twijfelen, Adrian. Zullen we niet gewoon een 50-50 inzetten? Of het publiek? Nee, doe Mallorca. Nee, ik wil niet Mallorca. Doe Mallorca. Ik wil gewoon een hulplijn doen. Welke gaan we doen? Waarom... Mallorca? Het is Mallorca, Thomas. Als het niet Mallorca is, Adrian... We moeten Merel ook nog een keertje bellen. Nou, dan bel je Merel, toch? Laten we Merel bellen. Nou, ga jij Merel even bellen? Nee, we gaan gewoon... Dan gaan we echt bellen. Ja, nee. Moet je wel op die hulp... Druk eens op die telefoon dan. Ja, we kijken wat er gebeurt. Hallo, Merel. We doen mee aan Lotte Weekend Millionaires. We doen mee aan Lotte Weekend Millionaires. Welkom bij Lotte... Oké. En de vraag is... Welk eiland ligt niet in de Middellandse Zee? Mallorca, Creta, Sicilië of Tenerife? Tenerife? Oké, dan gaan we voor Tenerife. Oké, dankjewel. Doei. Ik weet het niet. We gaan... Wil je erbij zijn? Even kijken. Oh god. Komt-ie. Hij vraagt of we het zeker weten. We weten het zeker, oké. Oké. Nee, ja, misschien. Ja, we hebben het goed. Oh my god, holy okay. Shit. Als je thuis bent, hebben we een miljoen. Doeg. Vraag 8 is 4000 euro waard. Welke talkshow host heeft al jaren Paul Schaffer als bandleider? Ali G? David Letterman, Ed Sullivan of Jay Leno? Is het niet gewoon David Letterman? I don't know. Ik denk weet het wel. Ik niet. Ik denk het wel. We gaan voor David Letterman. Oh my god, dat zie je zien. En nu heb je 4000 euro. Lekker man. Die anderen waren volgens mij allemaal muziek en Ali G is gewoon komiek. I don't know. Vraag 9. Jongens. Uit Vladimir Nabokov's roman wordt. 8000 euro. Wat? Welk meisje uit Vladimir Nabokov's roman wordt Humbert stapel verliefd? Alice, Dorothy, Lolita of Julia? Ik denk dat het Lolita is, maar vraag publiek maar. Maar dat is puur omdat, like, je hebt Alice in Wonderland,
Je hebt Dorothy van de Yellow Brick Road van, hoe heet dit? Met de red shoes en zo, je weet wel. Ja. Een oude film. En Julia's van Romeo en Julia. Oké, publiek. Zou kunnen, hoor. Maar Lolita komt er nergens bekend voor. Is klaar om te stemmen? Nu. Kom op, publiek. Plus het kan nog best wel... Kom met een goed antwoord. Korte naam. Bro. Nou, de meesten gingen voor D. Ik dacht al dat het publiek het moeilijk had. Ze kiezen antwoord D, maar met weinig overtuiging. Is dit zo'n trick? Oh, shit. Oké, jongens. Nou, het is over, isn't it? Misschien is het over. We gaan voor D. Je had 4000 euro en je hebt ervoor gekozen om door te gaan. Nu heb je het. Het was Lolita. Oh, ik had gelijk. Oké, nou jongens. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Iedereen vond het geen leuke video. Oh, niet leuk. Deze vragen, man. Het is like, dude. Oh. We kunnen nog een keer hier ooit een video van maken dat we doen, Adrien. De video stopt als we 1 miljoen euro winnen. Ik ben like 10 jaar te jong hiervoor. Ja, we gaan het wel. We gaan het echt een keer halen. Shit. Ja, tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zorg dat we 1 miljonair worden. En als jullie het leuk vonden, zet even in de comments of zo als jullie zeggen dat jullie nog een keer dit willen zien. Ik hoop dat jullie het ook wisten, want ik wist niks. Ik wist er een paar wel, maar daar zaten echt moeilijke vragen tussen, ja. Maar goed. Oh, rondes. Tot de volgende keer. Doei. Doei.